I am very excited to share with you a great news. Our dealer and partner Bass just signed a fantastic deal. This is indeed a breaking record for Renault Trucks with our first fleet e-tech of no less than 25 D wide, and hopefully more to come next year. After a very successful 2022, we even raised the bar for 2023. 50% of our sales in the medium duty segment will be electric, and even 15% of our total sales, with very high perspective until 2030. Yeah, we have closed a fleet deal with Sligo, a new customer of ours in the food industry. Very happy with that, of course. And it was really the unique 360 approach of our dealer Bus Truck Center, which made the deal. In terms of fleet management, truck specifications, an RFQ with the body builders, subsidy, everything was done by Bus Truck Center. Wij kiezen deze aanpak omdat wij denken dat dat het beste is voor onze klant en ons ook competitiever maakt. De 360 graden approach past perfect in de Sligro deal, omdat wij Sligro volledig kunnen ontzorgen middels al onze facetten binnen ons concept. En dat zorgt ervoor dat Sligro zich volledig kan concentreren op hun kernactiviteit. Renault Trucks past perfect in deze benadering richting Sligro, omdat het een heel goed product is met een hoge actieradius, hoge accucapaciteit en een voorbeeld te geven het Optifleet van Renault, waarin we de rijstijl van de chauffeur heel mooi kunnen monitoren en kunnen zorgen dat de chauffeurs optimaal omgaan met de trucks, waardoor de performance uiteindelijk en de TCO voor de klant het meest gunstig zijn. Nou, het is denk ik een hele belangrijke dag, want we hebben zojuist de handtekening gezet onder een contract waarmee we met een aantal transportpartijen een hele mooie toekomst, een hele groene toekomst voor onszelf zijn gestart. Dat hebben we gedaan met Renault Nederland, met Bas, met Burgers en met Thermo King en met Sligro natuurlijk. Met als doel om te starten met ons eigen geheel groene, geheel elektrische transportbedrijf. Wij werken nu met externe transportpartners. En we gaan naast die transportpartners ook een eigen tak neerzetten, wat we volledig groen gaan doen. En de eerste 25 elektrische vrachtwagens, die zijn in de maak. Prijskwaliteit is daar toch heel belangrijk in, maar ook de mensen die ons geholpen hebben. De deskundigheid, de soepelheid in de contracten, een goede serviceorganisatie in Nederland, een goed netwerk met Bas. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste redenen voor ons om voor Renault te kiezen.